Ik ben Rick Joosjassen. Ik duik nu 48 jaar, geloof ik. En een jaar of 20 geleden wilde wat meer doen als visjes kijken en dat soort zaken. Ik ben toen samen met mijn duikmaatje Berry de Ruiter, hebben we daar eens een keer wat over nalopen denken en kwamen wij op onderwaterarcheologie. Archeologie had ik wel wat mee. Berdy heeft vooral wat met oude bootjes, dus dat kwam goed samen. Berdy kan hier helaas niet bij aanwezig zijn, omdat hij in een op een varend woonschip nu ergens in België rondvaart. En ding was hij snel genoeg om hier op tijd te zijn. Ik ben lid van de AWN en wij zijn beide lid van de LWAOW, de Landelijke Werkgroep Archeologie onder Water. Een landelijke afdeling van de AWN is dat. Die zorgt voor opleiding, een stukje kwaliteitsbewaking, terugkomdagen en dat soort zaken. Onderwater, archeologie en überhaupt onderwater is voor heel veel mensen heel spannend die niet duiken. Die vragen zich af, ja, wat is daar nou eigenlijk te zien en wat is onderwater archeologie? Ja, wat het is staat erboven en wat het in de praktijk is. Eerste dia zijn wij bezig met de contouren van een sloepje in, over de Maas. Een 16e eeuw sloepje op te zoeken, zodat de graafmachine later uit kan halen. De tweede proberen we een visfuikje uit de 16e eeuw te bergen. We hebben ons makkelijk gemaakt door het water weg te halen. Dus dan zou ook eventueel iemand anders kunnen doen. En de laatste dia is een shot van het stuk van MW3, Meinerswijk 3. Waarschijnlijk een onderdeel van een molenschip wat in Meinerswijk in de Sleutelplas gevonden is door ons. En inmiddels geborgen en ergens in Lelystad in de Per ligt. Wij hopen dat dat ooit nog eens een keer naar Arnhem toe komt. Want het is wel historisch belangrijk. Want het is in ieder geval het oudste relict van een molenschip in Europa, zover wij weten. Er valt nog veel meer te vertellen over archeologie onder water, maar dat ga ik verder niet doen. Want, nog even dit. Archeologie onder water is aan redelijk strenge regels gebonden. Eigenlijk wordt het gezien als dat al het cultureel erfgoed onder water moet beschermd worden. Dat mag je niet aankomen. Dus kijken mag, graven niet, bergen niet, tenzij bevoegd gezag. Ander probleem is dat met onderwaterarcheologen samenwerken niet kan vanwege de wet werken onder druk. Dat is een waterscheiding waar wij als amateurs tegenaan lopen. Want wij kunnen dan wel kijken, maar mogen niks doen. Zij kunnen kijken, maar mogen niks doen als wij wat doen. Maar dat is de wet. Als wij een duik gemaakt hebben, maken wij altijd een verkenningsrapport. Waarbij we dan opschrijven wat we gedaan hebben, hoe lang we er zijn geweest, wie, et cetera. Op die manier leggen wij vast wat er gebeurd is. Want bijvoorbeeld waar we het nu over gaan hebben, de Grift, denk dat wij daar inmiddels 7 jaar op en af gedoken hebben. Dus wat daar de eerste dag nou gebeurt, dat weet je niet meer. Vandaar dat we dat allemaal vastleggen. De Grift, even heel in het kort voordat ik over de sluis ga beginnen die in de Kolk in Elden ligt. Er is drie eeuwen gepraat over het aanleggen van een kanaal tussen Arnhem en Nijmegen. In 1310 is men begonnen, uiteindelijk is in 1607, 1608 is daadwerkelijk begonnen met graven. Dus we klagen nu af en toe over lange besluitvorming, maar dat kan toen ook. Dan gaan we even weer terug. De Grift, een water voor boten, zowel voor goederenvoer als passagiers, en twee dijken. De Betuwe was toentertijd een bijna onbegaanbaar stuk land. In de winter te nat en in de zomer door de klei bijna onbegaanbaar, omdat de wielen van de karren eraf braken. Dus dat men al heel lang een goede doorgang wil hebben, nou, dat mogen duidelijk zijn. Dit is hem dan in
1611 geworden. Met name Nijmegen vond het erg belangrijk. Ga ik even kijken of mijn puntje werkt. Nou, Nijmegen vond het erg belangrijk, omdat zij aansluiting zochten bij de ontwikkelingen van de steden in het westen. Voordien moest het goederenvervoer stroomopwaarts naar de Waal en dan de Oude Rijn af en dan eventueel of de IJssel op of verder richting westen. In rond 1600 Nijmegen was weer bij de Oranje gezinden, was bevrijd van het Spaanse juk en begon toen met de ontwikkeling daarvan. Uiteindelijk is er hier de grift gegraven in ongeveer 3 jaar tijd, wat ik een hele grote prestatie vind. De grift is ook de oudste trekvaart, of inmiddels bestaat die niet meer, maar de eerste trekvaart die in Nederland gegraven is. Dus ook dat was wel een huzarenstukje om dat toen te doen. Hier nogmaals wat sfeerplaatjes van hoe het dat dan uitgezien zou hebben. Helaas is het geen lang leven beschoren geweest. In 1633 wordt de sluis bij Lent, dus bij de Nijmeegse kant van de grift, wordt weggeslagen en wordt niet herbouwd, waardoor het als doorgaande waterweg voor vrachtschepen 23 jaar heeft bestaan. Wel is de dijkweg heel belangrijk verder geweest voor transport van goederen en mensen tussen Noord en Zuid. En uiteindelijk is dat ook de Rijksweg geworden, zoals hij nu eigenlijk min of meer nog steeds hetzelfde tracé. In 1711 slaat de sluiskolk bij Elden door en ontstaat Kolk het Zwaantje. Hier slaan een paar dijken door, bij veel water op de Rijn. Dat gaat via oude Rijnstrangen, komt dat dan hierboven tegen de Gifdijk aan. De Gifdijk, dit is de situatie zoals het ongeveer was. Hier ligt de sluis, hier het Zwaantje. Dit is de Banddijk en noord heb je Arnhem, zuid heb je Nijmegen. Men wilde dat de goederen, maar ook de passagiers, de voetgangers op de Gifdijk, een snelle oversteek konden maken in Arnhem. Dus met veerpont werd men op de Gifdijk gezet en kon dan verder naar het zuiden. Dat was een kleine misrekening, want die Gifdijk die was net zo hoog gemaakt als de banddijken. Dus eigenlijk de dijken die ervoor bestemd zijn om het water uit van het land af te houden. Hierdoor kreeg je met dat hoog grote water, moest dat eigenlijk door een heel nauw gat tussen de Praats en Arnhem. Nou, dat lukte dus niet en het brak door. Elden tot aan Huissen liep eigenlijk weer helemaal onder, maar ook de sluiskolk liep onder. En daardoor is op dit moment kolk ontstaan. Hier liep de grift, hier liepen de banddijken. En er zijn nou eigenlijk 2 kolkgaten, van de eerste doorslag en van de tweede doorslag. Dit karakteristieke rondje kennen jullie allemaal en daarnet onder ligt het kolk, het Zwaantje zoals wij het noemen, maar 7 meter diep nu en een maximale lengte van 120 meter. De bodem die is bestaat uit bovenaan een soort chocoladevla die steeds dieper komt en dan kleivorming gaat krijgen eigenlijk. En ik denk dat die laag 2-3 meter diep is. Want door alle ingespoelde materiaal, de bladeren die de afgelopen 3 eeuwen daar terecht zijn gekomen. Nogmaals een luchtfoto van het geheel. Het onderwaterwerk. Dit zijn wat plaatjes uit uit het Zwaantje. Ik zou kunnen zeggen, doe het licht uit, dan wordt het misschien wat duidelijker. Maar
Het onder water, wat je als je daar onder water gaat, is het eerste wat je ziet, gigantische brokken metselwerk. De kolk was een had gemetselde muren van 2 meter breed en 3-4 meter hoog. Die zijn als een kaartenhuis omgegaan en die liggen daar nog in de kolk. Stukken van een kubieke meter, maar we hebben ook een stuk gevonden van 7 meter lang, 2 meter breed en 3 meter diep. Daar ligt heel veel van dit soort bakstenen. Daar kom ik dadelijk op terug. Ja, hier zijn we bezig met het inmeten van het een en ander. Tijdens deze video laten wij zien hoe met name de deuren en de vloerbalken eruit zien. Daar zitten ook tekeningen bij. Duurt ongeveer 5 minuten. Ik wil na afloop hiervan eventjes mogelijkheden geven tot vragen stellen. Als ik dat tijdens de video doe, moet ik op en neer rennen om dingen uit en aan te zetten. Dat vind ik te vermoeiend. Dit is de achterhart. Dat is eigenlijk de staande waarop de deur zit. Daar links zie je de bovenkant van een deur. Oh, sorry. Een rinklet is een luik om het water in en uit te laten. Dat is een metalen plaat in dit geval. Die met een schuif op en neer kon gaan. Dit is de bovenkant van de ring die op dat rinklet zit. Hele mooie overzichtplaatjes, dat lukt daar niet. Zoals je ziet is alles dik begroeid met algen. Waardoor de structuur eigenlijk slecht te zien is. De voorhar is het punt waar de twee deuren bij elkaar komen. Die achterhar die rustte op in een pot. En wat je daaronder zag was eigenlijk de voet die in die pot rustte. Dat zijn metaal, wij denken messing of koperachtig materiaal. Dat is een roosbout, daar kom ik dadelijk nog even op terug. Dat is wel vrij uniek, zover wij weten, in de sluizenbouw. Dit zijn de vloerbalken. Waarin een aanslag voor de deuren. Dus de deur viel eigenlijk in deze drempel. En die is ongeveer zo'n balk van 50 centimeter breed en 50 hoog. Er zijn hele grote eikenbomen geweest. Dit is een van de taatspotten waar die achter haar boven in staat. We hebben een beetje gepoetst. Het ding heeft ongeveer een diameter van 18 centimeter en is 10 diep. Ja, dit is een stuk ijzer wat we gevonden hebben, waar we ook niet precies weten waarvoor het
verdiend heeft. Ja, ik denk niet dat het te zien is, maar dit is dat metselwerk. Je ziet een beetje diagonaal lopende lijnen. Hier zie je het beter van die muren. Die achterharen die draaiden eigenlijk, of die steunden op... hardstenen, half ronde, die ken je ongetwijfeld wel van sluizen. Die worden nog steeds gebruikt. En daar draaide die, die achterhar, de deurpost, zeg maar, in. En door de druk van het water werd dat ook waterdicht. Er liggen ook nog heel veel van dit soort blauw. Ik denk dat het een Duitse natuursteen is. Dit gaan we even. Vragen verder over deze video. Was er iets van te volgen? Okay. Nou, dit is uiteraard waarschijnlijk ook een oude sluis die ze aan het restaureren zijn. En wat wij gevonden hebben, is deze binnenste sluisdeur. Dan heb je hier de grift. Richting Nijmegen en dan zou je hier dus richting Arnhem hebben. Die sluisdeuren die worden door de waterdruk, als hier meer water staat als aan de andere kant, wordt die dichtgedraaid, vandaar dat die dus ook in een punt staan. En deze, als water hier hoger staat, dan wordt die dichtgedraaid. En wil je dus gelijke druk hebben, dan moet je zo'n klet open doen en dan wordt die... Wordt de druk gelijk en kan je de deuren open doen en eventueel uitvaren. Dit is wel een aardig plaatje omdat je ziet hier de twee deuren die we gevonden hebben. En hieronder heb je op de vloerbalk die taaspot, die vrijliggende taaspot. Ik had nog even over die trekstangen, die worden wel vooral in de molenbouw worden die gebruikt. Achter die balk zit een kop, die wordt er doorheen geslagen en op deze horizontale balk wordt dan met krammen, want hier zitten ook vertandingen in, wordt met krammen vastgeslagen om die trekkracht op te vangen. Want het is wel, hier zie je in blauw de metalen delen, onder andere dat ringklet, de taaspot en die roosbouten. Normaal gesproken zou je zo'n deur met die planken diagonaal doen om de trekkracht uit die deur te halen. Dan houdt de plank ook de deur in verband. Maar daar hebben wij hier helemaal geen aanwijzingen van gevonden. Ook niet dat daar trekstangen aan gezeten hebben. Dus wij denken dat die op deze manier geconstrueerd is.
Nou, dit is een bovenaanzicht. Waarbij je hier die vrijliggende taaspot van de zuidelijke deur. En dit dan van de deur die richting Arnhem de waterdruk tegenhield. Dit is wat wij op dit moment weten van de sluis. De sluis zat... mijn drank. De sluis zat in het lichaam van de Bandijk. Dat weten we ook uit een onderhoudscontract uit 1613. Waarin het onderhoud van de dijkweg werd aanbesteed. En een van die, in vier delen, een van die delen liep tot aan de sluis in de Bandijk. Nou, gemetselde kolkmuren van 2 meter breed en minimaal 3 meter hoog. Die hardstenen draaipunten. In ieder geval 2 set puntdeuren aan de gifse kant. De breedte van de sluis was 5,20 meter. En de deuren waren 2 meter hoog. Ja. En dat verbaasde ons een beetje. Want de banddijken waren toentertijd rond 3 meter. Terwijl je ook nog eens een keer een gat graaft om dat schepen erheen te halen. Dus je zit dan eigenlijk op een hoogte van 4, 4,5 meter. Want de gift is, denken wij, ongeveer 1,50 meter diep geweest. Dus er hebben aan de noordkant hebben veel grotere deuren gezeten. Nou, hebben we ook roosbout en diagonaal versteviging. Was ook een open vloer, heel veel sluizen. Ook toen werden planken opgezet op de vloerconstructie, dat er geen water onder de sluisconstructie kon komen. Is hier niet het geval. We hebben wel een soort verdichting van grind en bouwpuin gevonden. Misschien ging men ervan uit dat dat voldoende was. Veel sluizen toen de tijd werden natuurlijk veel meer in veenachtig gebied gebouwd, waarbij dit misschien veel meer speelde. We zijn samen met de AVN een paar maanden geleden bezig geweest met het inmeten van wat we nou eigenlijk gevonden hebben. Want wij weten wel ongeveer waar het ligt, maar welke richting dat nou is onder water en hoe zich dat onderling verhoudt. Is heel ingewikkeld, met name ook omdat je overal brok puin hebt. Dus je kan niet even een lijntje trekken, want er ligt daar weer een bult bakstenen tussen. Dit is uiteindelijk wat uit die meting is gekomen. 1 en 2 zijn de vloerbalken, dus die lopen zo. 5 en 6 is een stuk muur wat wij denken dat hij nog op zijn plek ligt. Ik kom daar ook op terug. De verhouding van schepen van rond die tijd was eigenlijk een vaste maat tussen de breedte en de lengte. En omdat die sluis 5,40 breed was, en dan haal de zwaarde eraf en dat soort zaken, zijn er schepen van rond de 4,80 zijn daar doorheen gekomen. En dat zou dan een lengte geven van 25 meter. Vandaar dat wij denken dat hier in dit gearseerde gebied de andere sluisdeuren gestaan hebben, misschien nog liggen, dat weten we niet, want daar ligt een flinke laag modder op. Ja, dat weet ik. We gaan hard verder. Dit is het bovenaanzicht van de sluis. En dit is een stuk wat je ook vanaf de kant kan zien. Iedereen die elders een sluis kent, weet dat hier die rare hoek loopt. En in deze hoek zit dit. Deze, de sluisdeur die hier aan de zuidkant heeft gezeten, heeft hierin gestaan. Dus het hele verhaal is in ieder geval niet meer op zijn plek, is verschoven. Is een heel stuk naar beneden gezakt, want de bovenkant van die deuren liggen 4 meter onder het water. Dus het hele verhaal is bij die overstroming dijkdoorbraak naar beneden gegaan. Zichtbaar maken in het landschap. Er staat nou zo'n schattig bordje. Maar het lijkt ons heel aardig als de gemeente, zeg maar op dat stuk wat daar min of meer nog aan de kant zit, met deze stenen, waarvan er duizenden liggen, en een aantal van die hardstenen elementen, een stuk van die muur op zou bouwen.
dan is het zichtbaar. Je hebt daar een, nou ja, ook misschien ook een leuk plekje om vanaf te vissen. Dat weet ik niet. Dat doe ik niet aan. Dat was het. Rick Joosjassen, dankjewel. Ik snap nog geen tijd. Ik wou net zeggen, van mocht je vinden dat dit naar meer smaakt, wil je er meer over horen, wil je Rick nog veel langer aan het woord horen, dan kan dat, Geert, hè? Want tijdens de Dag van de Arnhemse Geschiedenis, dat is ergens in oktober, ik weet alleen niet de hoeveelste. Ik weet ook niet precies, maar op die zaterdag... 7 oktober. Zaterdag 7 oktober, middags. Ja, dan gaan we in het dorpshuis op Rick met zijn... Het dorpshuis in Elden. Verdi meer vertellen over wat ze gevonden hebben en hoe dat geïnterpreteerd moet worden. We gaan ook naar buiten kijken en we vertellen ook iets over de grif in het algemeen. Wat daar, hoe belangrijk het was voor die tijd, de handel die over de grif ging. Oké. En tegen die tijd is Verdi er dus ook. Hij weet ervan dat hij er dan moet zijn. Hij weet ervan dat hij er dan moet zijn. Dus hij is met zijn boot al onderweg. Het is net een soort Sinterklaas deze kant op. Ja. Rick, dankjewel.